Hey, heb jij, volgende maand gaat het gebeuren, hè, die excuses voor het slavernijverleden. Ja, je weet dat ik daar geen voorstander van ben. Eh, sterker nog, in allerlei opzichten bestaan er nieuwe vormen van slavernij. En als je nou toch je best wil doen voor een betere wereld, zou ik zeggen, hou op met dat gelul over het verleden waar toch niks aan te doen is. Besef dat het verleden een andere tijd was dan nu. Hè? The past is a foreign country. Ik heb het al eerder gezegd. En besteed je aandacht en je inspanning en je geld, als je dat ook daarvoor uh, hebt, uh, aan de bestrijding van moderne vormen van slavernij. Dat, je kunt wel aan de gang blijven met excuses aanbieden. Dat is echt flauwekul. Maar is dit wel dat een is goed Dat is moderne, punt aan... modieuze flauwekul. Ja. ja, dat grote herdenkingsjaar hebben. En dan nu, net voordat het jaar begint, gaan ze die excuses maken. Rut hier in ja, Nederland. Ja, ik natuurlijk kan wel zeggen dat ik er tegen ben. Maar is, uh, kijk, dit is in de mode. Dus dan, ja, een aantal jaren zullen we onze excuses aanbieden voor deze en gene zaken die wij in het verleden hebben bedreven. Wij, 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 onze verre, verre voorouders, dat is vaak tien generaties geleden of zoiets dergelijks. En dan gaat het weer voorbij, dan is er iets anders in de modus. Excuses maakt zorg ook dat je dit aanpakt dan, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, goed, ik zou die excuses niet maken, maar... Nee. En als je er een betere relatie op levert met die delen van het koninkrijk die zeggen: wij vinden dat wel belangrijk. Dat kan me eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel schelen. Dat, 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 dat riekt naar chantage. Oké. Okay.